Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het wordt een beetje een saai verhaal. Want we hebben helemaal geen bewolking in onze omgeving. Zon overgoten dus. Weinig mensen zullen daar problemen mee hebben. Het wordt weer een stralende zomerdag. Met vanochtend temperaturen die al snel in de buurt van de 20 graden liggen. Een matige wind uit het noordoosten. Uh, in het binnenland is die eerst nog wat oost, maar in de loop van de dag begint het allemaal wat te draaien. Kan dan ook af en toe vrij krachtig zijn in het noordwestelijke kustgebied. Op de Wadden 23 graden, in het zuidoosten 28. Volop zon de hele middag en ook de avond tot die ondergaat met lang hoge temperaturen. In de nacht uiteindelijk minimumtemperaturen iets onder de 15 graden. En dan morgen hebben we opnieuw een zonovergoten dag. 23 tot 28 graden, een matige noordoostenwind en geen wolkje aan de lucht. Dat begint pas een klein beetje te veranderen halverwege de week, want dan wordt de wind noordelijk en dan drijven er af en toe wat wolkenvelden vanaf de Noordzee binnen. Het noorden heeft daar het meeste last van, het zuiden heeft wat sluierwolken. 22 tot 28 graden op de woensdag en vrijdag begint de wind dan weer wat oostelijk te worden en verder af te nemen. En dan Lijken de temperaturen in het noorden ook weer verder op te lopen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl